Lars, dit zijn de wedstrijden. Daarvoor ben jij ook voor een groot deel natuurlijk naar de Graafschap gekomen. Volle Vijverberg, mooie tegenstander. Oude club ook nog eens verkeer van je NEC. Ja, ja, nee, ja, goed, zeker. Dit is wat ik begin van het seizoen ook als doelstelling had. Weet je, dat is wat we als club en als ploeg ook willen. Weer gewoon een volle bak, vol stadion. Publiek te verwachten, aantrekkelijk voetbal. Ja, een beetje aanvallend, hoog druk zetten en meedoen om die prijzen. En ja, weet je, dat begint er nu allemaal langzaam uit te gaan komen. Dus dat is uiteindelijk is dat wel een heel fijn gevoel, ja. Ja, voel je dat het gaat komen bij de Graafschap? Dat het steeds interessanter gaat worden? Ja, ja, weet je, het gevoel was het hele jaar al wel redelijk goed. Alleen ja, goed, dan is het niveau op de training heel aardig. Alleen dan pakt het in de wedstrijden. Was bij Vlagen gewoon heel hoog niveau, maar dan was het vaak ook gewoon maar een half uur van een wedstrijd. En veel gelijke spelen, en dat was de laatste weken natuurlijk ook anders. Ja, ja, nee, goed, dat zeker ook. Maar de laatste weken denk ik dat we qua spel ook gewoon, weet je, over de hele wedstrijden vaak gewoon veel hoger niveau op de mat konden leggen. Ja, weet je, en dan zie je dat onze kwaliteiten er ook uitkomen. En, ja, weet je, dan is het ook gewoon een plezier om hier te voetballen. Wat vind je van NEC? Weet je, ik vind NEC een goede ploeg hebben. Zeker voor Jupiler League begrippen. Alleen ik vind het wel, weet je, hebben individueel heel veel kwaliteit. Alleen ik vind ze niet, ik heb de wedstrijden die ik gezien heb, vind ik ze niet echt als team functioneren. En ik denk dat wij daar vrijdag het verschil in moeten gaan maken. Op wat voor manier? Dat jullie wel als team spelen, duels aangaan en er volop klappen misschien zelfs wel. Ja, het is een counterploeg, vaak gebleken, dus daar moet je natuurlijk ook weer rekening mee houden. Niet in de mes lopen. Nou ja, goed, weet je, zo'n type spel, dat speelde Fortuna eigenlijk ook. Weet je, wij gaan hier thuis ook weer gewoon ons eigen ding doen. Wat we iedere week doen. En dat is gewoon hoog druk zetten, volle bak erop. En daarnaast ook gewoon heel goed voetballen. En dan moeten we gewoon zien dat we als elftal zijn. Dat zowel aanvallend als verdedigend gewoon de dingen doen die we voor ogen hebben. En die we de laatste weken gedaan hebben. En dan komt het wel goed. Bij NEC staat er misschien nog wel meer druk op. We moeten gewoon, ook gezien de begroting, misschien wel de spelersgroep, kampioen worden. Daar weet je alles van, hè? Van een aantal jaren geleden. Ja. Toen jij daar de ene naar de andere goal maakte, had je ook hele goede vleugelspitsen. Maar dat was een superseizoen van jou. Ja, dat klopt. Maar ja, dat elftal wat we toen hadden en zoals we toen gepresteerd hebben, ik denk dat je dat, dat je dat voor een hele lange tijd niet meer terug gaat zien, zeg maar. Meer dan 100 punten, geloof ik zelfs. Hè? Ja, meer dan 100 punten, meer dan 100 doelpunten. Dus ja, weet je, dat elftal wat we toen hadden staan, dat was gewoon fantastisch. En, ja, weet je, dan wist je als spits zijn ook dat je gewoon iedere wedstrijd 5-6 kansen kreeg. En als je dan 1 of 2 maakt, dan deed je het goed. Ja, weet je, dat is gewoon voor spitsers dat heerlijk voetballen.